60 jaar geleden. Toen ik nog in de theologische school zat. Dominee Chen was toen mijn klasgenoot. Nu ik hier ben, is hij niet meer. Ik ben heel blij dat ik wel nog zijn vrouw zie. Ik denk dat hij net zo oud is als ik. 83岁。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 83岁
我第一次到现在上帝已经到了，每个地方都说的呢，现在我可以说陈少华牧师呢从印尼搬到荷兰来是上帝的带领。Dus u kan ik zeggen dat dominee Chen naar Nederland is verhuisd. Dat is echt een nieuwe signaal. Amen. Amen. Dit is wat ik in Europa 15 steden. Ik heb het door 15 steden in Europa. Ik heb het door 15 steden in Europa. Ik heb het door 15 steden in Europa. Ik heb het door 15 steden in Europa.Ik heb nog nooit gezien dat net zoals op de chat van 1 stad naar 2 steden, naar 3 steden, naar 4 steden, 5 steden, 6 steden, 7 steden. 6 steden, 7 steden. En zo is het. Dat is het. 上帝用什么字? Laat ik zien dat God超过了用荷兰人的，难道听到这是那样的内容？荷兰人的教会正在衰败的。我们看到，的内容是改革开放的。神牧师的教会正在兴旺起来。我们改革到被超越，到被超越。大家说，感谢主，感谢主，大会一二三，感谢主，感谢主，赞美主，赞美主，上帝用人。不是因为你多么厉害，是你多么教授好的，你学位多么高，哦，我好几样学历，你知识多么强，哦，好犀利的，你经验多么丰富，哦，丰富的管理，你对上帝的心如何顺服？啊，他怎么活？我想养花非常好，感谢上帝，感谢。如果那个时候，哦，是你带，有人说，你知道吗？陈少光以后到荷兰去发展七八间的教会。Als ik toen had gehoord dat dominee Chen 7, 8 kerken zou stichten, 人家可能都不相信, dan zou niemand het geloven. 但现在, 但nu, 你不但要相信, 你moet je niet alleen geloven, 你要佩服他, moet je dat werkelijk hebben, 你要荣耀上帝, en glorie aan God geven. 上帝做的工作是人不能比的, omdat wat God wil doen, daar kan een mens niet tegen. 感谢上帝, dank de Heer. 那个时候我才20几岁, toen was ik 20 jaar, 他已经30岁, en hij was 30, 后来我留在印尼, en ik bleef in Indonesië. 上帝把我从中国带到印尼, en God had mij van China naar Indonesië. 我生在厦门, ik ben in Xiamen geboren. 9岁半的时候, toen ik 9½ was, 妈妈把我带到印尼去, had mijn moeder me naar Indonesië gebracht. 一到印尼, toen ik in Indonesië was, 读书第一个学期就留级。Dus toen ik begon te studeren, bleef ik zitten. Omdat ik nul had voor mijn Indonesische. Ik kende geen één woord. Maar 10 jaar later. Ben ik gepreekt in de grootste universiteiten, ook de professoren konden mij verstaan. Na mijn theologische opleiding. Toen ik intrad, niet je nieuwsja, Jiaosu. Had de decaan gevraagd dat ik zou kunnen blijven. Dus toen ben ik ook niet meer naar het buitenland geweest. En dan heb ik ook niet meer andere dingen gestudeerd. Maar ik heb wel tegen de hoofdvoorzitter dat ik bereid ben om te blijven op de universiteit. Maar ik ga alleen maar één trimester lesgeven van 4 maanden. 其他八个月我到处去布道。De andere 8 maanden wil ik evangeliseren. 那么怎么可以这样？就是我刚要到那里，我说上帝的感动是这样，所以就这样。Omdat ik voel dat God mij zo heeft geroepen en zo zal het ook zijn. 那么我教书四个月。Dus na 4 maanden lesgeven. 我就拿薪水。
Dus heb ik het salaris gehaald. En dan ga ik 8 maanden rond in de wereld en geen zin. Maar dan heb ik geen salaris. En dan leef ik op geloof tot aan de dag van vandaag. Zo'n 1964. Dus van 1964 tot 2023. Tot 2023. 这几十年的生活呢? Deze tientallen jaren. 我靠上帝, 没有像 教会拿一块钱买飞机票, heb ik altijd getrouwd op God en heb ik nooit naar de kerk gebracht om 1 euro voor mijn leerling. 用教会一块钱去租礼拜堂讲道, of dat ik een plaats heb te huren en dat heb gevraagd aan de kerk. 上帝一直照顾，一直供养到今天。 God heeft altijd voor mij gezorgd en heeft altijd voorzien. 我们用的地方有时候很大。 De plekken die wij gebruiken zijn soms heel groot. 是，不是他请我去。 En het is niet dat iemand mij daarvoor uitgenodigd heeft. 租很大的礼拜堂来讲道。 Maar het is dat wij een grote zaal zijn gaan huren. Ook weer zoals ik. 上帝真是恩待。 Maar ik kan echt zeggen dat God genaamd is. 我们最大的一次租金是一个晚上83000美金。 Dus het is $83,000. 没有，听过了。他的说的是怎么看的？ A 1000刀是多少万块？就是一晚，八万三。我讲了3天，连灯光、音响，还有广告，用了36万美金。 Dus ik heb 3 nachten gepreekt met al het geluid en alle techniek voor $360,000. 我们没有向教会要求。 我们没有向有钱人要钱。我给你一个负债的人。因为我立下一个志愿，一生一世不募捐。就是一个保证。我立下一个志愿，一生一世不向银行借钱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 。我立下一个志愿，一生一世不
Heeft hij dat gezegd? Ja, meer. Heeft hij dat gezegd? Nee, ook niet. Dat heeft Jezus niet gezegd. Niet zo, maar. Hij zei, ga maar. En de discipelen moesten in geloof hoop op God. We hebben het hier aan de kant. En daarom heb ik ook zo gehoopt op God. 前两个月我到美国去。Twee maanden geleden ging ik naar de VS. 我一共有12个晚上，在华盛顿，在 Philadelphia， 在 Boston， 在纽约布道。你逛街不是每天都在。Dus ik heb 12 avonden in Washington, New York, Boston en Philadelphia, en ook Dr. Jaya was bij ons. 请问那十二天我们租金花了多少？hoeveel geld hebben we toen besteed？$350,000. Dus ongeveer 30.000 per nacht. 有没有工钱？Hebben we toen ook geld gekregen? 没有。Nee. 我Jakarta教会有没有给钱？ Heeft de kerk, mijn kerk in Jakarta geld gekregen? 没有。Heb ik ook niet. 我们向银行借钱。Hebben we geld geleend van de bank? 没有。Bank? Nee. 祷告上帝。We hebben alleen gebeden. 上帝不但供应我。Maar God heeft niet alleen gegeven. Hij geeft ons 足够的钱，把租金付清楚了。Hij heeft genoeg geld gegeven om al de huur en alle kosten. 那么我们在美国讲到旅馆费贵得不得了。Ook de hotelkosten in Amerika zijn natuurlijk ontzettend duur. 现在在美国纽约一个晚上一个房间多少钱？你知道吗？Weet jullie hoeveel één nacht in New York kost? 我给你猜了。大概多少？$200。那么你要不要去布道？还要那个黑你再报销不给你，你要布道？要不要？要留存。你当了留存，还要问留存？没错，干得漂感谢上帝，感谢上帝。上帝在过去66年半，就是那66.5年，给我看见了。你别信，又真又活的上帝。
dat u een ware en echte God. 那么我跟陈牧师一样。En ik ben hetzelfde als de Chen. 我们不是在一个教会做牧师拿薪水就这样过一生。We zijn niet zomaar een dominee die in een kerk salaris heeft. 一定要传福音。We moeten echt evangelie. 一定要发展。We moeten echt groeien. 所以34年以前。Dus 34 jaar geleden. 我们建立了雅加达第一间教会。We hebben de eerste kerk in Jakarta gestart. 34年以后的今天。En 34 jaar later vandaag.我们的分堂有多少？没错，我带过来的。你们这里有几个分堂？我们带过来的。有几个？你不知道吧？七个。我们只有92个。Wij hebben slechts 92。34年。34年。92个分堂。92个分堂。表示每一年三天。三个月啊。那我们的分堂呢？最后的目的，每一个城市自己要建立拜堂。Dus en wat we willen is dat elke kerk, elke stad kerk. 我们不是买礼拜堂，你就是买来的哈。Dit is gekocht, toch? 哦，您买的相当大啊。哦，是。这次欧洲有没有一间华人教会买这么大礼拜堂？Er is geen enkele Chinese kerk. 想不到。我的同学陈兆邦在欧洲拿到第一名。我为什么不要买礼拜堂呢？因为所买的都太小。我要建的要比他们大。那么为什么建那么大呢？骄傲吗？不是，需要。为什么是需要呢？因为我传福音悔改信主的一直增加一直增加。我们的 mensen die zich bekeren en tot kerk keren 最大的礼拜堂都不够。De grootste kerkgebouw is niet groot. 我们要买更大的地皮。En daarom hebben we nog grotere grond. 更大的礼拜堂。Om nog grotere kerk te bouwen. 建了一间以后。Nadat we één gebouw hebben gezien. 我们的分堂说，他们说我们也要建。En toen zijn onder de kerk gemeenten ook wij willen een kerk bouwen. 要建多大呢？ Hoe groot wil je dan? 我们也要建大。We willen ook wow.大礼拜堂用钱的，买了盖房子要钱。你不能大礼拜堂来，砰就跑出来。你要买地皮，要申请准字，你要设计，你要买材料。那么我问你，我在雅加达建的礼拜堂多大？再跟你猜。大概多少？啊，不知道，大概。大概。有一千吧，一千平方米，就是可以做15000个人。一千，一千怎么可以？一千做不了一万，顶多做到两三千个人。建个礼拜的，一万五哪做得下来？一万多少人啊？6500人，六千五百人得有3000-4000。请问荷兰有没有这么大？没有那么大的，没有这么大的。要不荷兰议会？你相信吗？相信一个三岁死的父亲的孩子。以后会建6500个礼拜堂。第一部分是6500人的大礼拜堂，就是6500人。第二部分是神学院、音乐厅还有博物馆，就是第二个是 museum、auditorium 和 theological。第三部分是25层楼的大厦。那个25层楼，每一层比这个礼拜堂更大。25层到最后。上面还有直升机的升降场。那么，唐牧师，你钱哪里来？我没有钱，我袋子里没有钱，我家里也没有钱，我银行也没有钱。我有一个银行，比世界最大的银行还更大。天国银行。感谢主。哇！不仅如此。那么我们建的时候呢？就是我们建房屋。那个时候有1500个会员。1500个会员。我们说大家出钱。
把自己的那个台写下来，然后你要付钱多少？付了一个台。那你们都知道，印尼薪水很低。因为这农民啊，印尼是谁来？华人降落肯定会复兴。但是全华人全心。大家写几百块，就是那些几百块，有把我们这个把定金是很少钱。我千万。那有一个大产出。那都是来什么？当时唐牧师。在农民中。现在我们就进去了。我看你那边，我们大家写多少钱？不多写，我分不开了。那有什么问题？我这是 problem 不会。你要不要写？我要写。你也写你的吧。我告诉你，我看样子你们教会的人都很穷，一定不能见。你的那个应该小二没事，他都认。所以我告诉你，有谁写？如果今天现的钱加起来不够的话，我说all that geld bij elkaar opgeteld niet voldoende is， 那么你要见多少？告诉我。Dan moet je tegen mij zeggen hoeveel je nog nodig hebt. 大家奉献以外。Dus naast wat er is gegeven. 不够的全部我一个包下来。Zal ik de rest betalen. 好不好？那么你请。好不好？很好。感谢你。有人包了。那iemand heeft het kapitaal。我说不可以。Maar ik zeg dat kan niet。他们为什么不可以？我要奉献呢。那么告诉你，你给我geven。难道我要奉献，你不可以吗？Als ik wil geven, kan dat niet. Ik ben naar die wijn, ik ben zo'n Wij komen jullie vandaan. Ik ben naar die wijn. Oh, papa, zet het toe, ik ging aan. Je moet er niet opleggen. Je moet er niet Maar je mag niet. Maar waarom niet? Ik wil je fondsen. Ik wil toch geven, waarom mag dat niet? Als ik je dit keer laat geven. Dan moet je dit keer laat geven. Dan moet je dit keer laat geven. En de kerkgebouw is gebouwd. En dan moet je dit keer laat geven. Dan moet je dit keer laat geven. Dan moet je dit keer Dan zou iemand kunnen zeggen, zonder jou, dan kan dit kerkgebouw niet gebouwd worden. Dan moet je dit keer laat geven. Dus daarom laat ik je niet geven. Dan moet je dit keer laat geven. Dan moet je dit keer laat geven. Als je niet wil dat ik mag gaan, als ik niet mag geven, dan geef ik het niet. Dan moet je dit Als je niet geeft, dan. Nou, ja, dan ben je aan. En wat moet ik dan? Dus je zit daar kunnen we jou teachen. Dus kom met mij samen naar binnen. Je ziet in jouw functiedoos. Schrijf maar op wat je wil geven. Je ziet in jouw functiedoos. En ik zal ook schrijven. Voor jou inzichtje moet niet bouwen. Dus niet beloven dat je alles. Weet je wat we geven? En dan vroeg die baan mag dat niet. In de jouwe moest niet dan. En ik zei dat de kerk niet van jou is. Jouwe je moest worden. Kerk is ook niet van mij. Want ook zij jongeren zijn samen die met je hier. 不过是尽一份我们的责任。Dus we zijn allemaal gelijk voor God en ieder met zijn eigen verantwoordelijkheid draagt. 你们赞成吗？赞成赞成吗？赞成。你们赞成吗？赞成赞成。他不高兴。Maar hij was niet blij. 但是他就照样进去坐在那。Maar hij is wel met mij naar binnen gegaan. 进去以后呢？ Toen hij binnen was. 他写的数目多少？Dan heeft hij ook een bedrag opgeschreven. 我如果不记错，大概。Als ik het niet verkeerd heb onthouden.是$200,000。Dus ongeveer $200,000. Wow, dat is niet veel. 但是这个礼拜堂又见多少钱？你知道？ Weet u hoe duur het was? 这个礼拜堂不但大堂，还有神学院，还有博物馆。Dus niet alleen de grote zaal, de museum, 中修 de auditorium, 大修，建筑费是 het grote gebouw. 他贡献多少？二十万。200,000。那么我要建的多少钱？Weet u hoeveel het gekost heeft? $4,300,000. Zo, man. Dat is denk ik 40 euro. Ja, is het 10 euro ook goed in de buurt? Geen point. $43,300. Dus 43. Als we het gaan doen. Dus dat is 200,000. Ja, we moeten jou gaan doen. Dus de kerk moet niet. Vertrouwen op rijke mensen. 教会不要依靠有钱人。En de kerk moet ook niet vertrouwen op ondersteunen van rijke mensen. Amen. Amen. 问你阿门你听听的。Waarom is het stil? Amen. Amen. 为什么？ En waarom? 因为他们也是有限的。Omdat zij natuurlijk ook beperkt. 那么，唐牧师，你为什么没有钱敢建这么大呢？Dominee Tom, als je geen geld hebt, hoe durf je dan zo'n groot gebouw te bouwen? 需要看。Omdat ik kijk wat de noodzakelijk is. 使命看。Omdat ik kijk wat de missie is. 神的命令看。En kijk naar wat het gebod is voor God. 我不能从钱来看。Ik ben niet gaan kijken om het geld te krijgen. 今天教会失败为什么？En hoeveel heel veel kerken vragen ze dat? 做什么事情？Omdat elke keer als ze iets willen doen. 因为有没有钱？Vraag ze is er geld? 如果有钱。Als er geld is. 就干。
做。到三十如果没有钱，我是很小的，不敢做。到二十米，到了今天的教会，跟一两千年来的教会不同在哪里？到了十多年、二十年之内，特别欧洲的大礼拜堂。Vooral de grote kerkgebouwen in Europa. De koning Omdat de koning vaak de macht had over alle rechten. Dus wat de koning wilde doen, niemand kan tegen. Dus ik vraag me af. De grootste kerk in Nederland. Ja. Hoe heet het dan? Hoe ja. Sint Laurenskerk, ja. Amsterdam, oh, Rotterdam. Delft. Ja. Kerk de moesten ze mij. Sint Kintana. Delft 出产蓝色的瓷器。就跟 Delft 到你们记得吗？ Yeah. 这个叫做 Delft Blue and White。Delft Blue。中国的蓝色的瓷器。Dus dat is Chinese blauwe porselein。650年以前就开始。650 jaar geleden is dat begonnen。我告诉你，荷兰的 Delft Blue and White 是学中国的。Dus Delft Blauwe hebben ze geleerd van Chinees. De Chinezen hebben ook heel gedetailleerde plaatjes, maar Delft Blauwe is heel erg verbaasd. Dus zelfs groter dan de Franse Notre Dame. Zelfs jullie in Nederland weten het niet eens. Zo'n groot kerkgebouw. Heeft er iemand geld voor gegeven? Of is het de bank? Is het bank? Nee, het is door de koning gebouwd. Dus die heeft zo'n groot kerkgebouw gebouwd. Waar komt het geld dan voor? Maar mijn baas is de koning der koning. Dus de heer der heren. De Nederlanders hadden 350 jaar de Indonesische in de macht. Er zijn drie grote kerken. Dus op het eiland Ambon. Ambon is Maluku. Maluku. Weet u wat Maluku is? Omdat de sterkste zeemacht was Nederland. Hollandse hijgen heeft 532艘船在全世界海域到处游行. Er zijn 532 schepen van Nederlanders overal ter wereld. Spanje is niet zo groot. Spaanse vloot is niet zo groot. Italië is niet zo groot. Portugese vloot is niet zo groot. Frankrijk is niet zo groot. Ook de Franse vloot niet. Duitsland is niet zo groot. Ook de Duitse vloot niet. Engeland is niet zo groot. Ook de Russische vloot niet. Wie is de grootste? Weet je wie de grootste was? Nederland. Nederlands. Holland heeft 532艘船. Dus 532 schepen in Nederland. Kan zo Indonesië. En toen hadden ze, hebben ze de Indonesië gedeeld. Maluku eiland. En zagen Maluku eiland. Waarom? Weet u waarom? Hollanda, zei Indi. Weet u waarom Nederland Indonesië gedeeld? Als je je weet, kun je hand opsteken. Waarom heeft Nederland Indonesië gedeeld? Als ik jullie een test zou geven, dan zou je allemaal vragen. Xiangliao. Maluku heeft de wereldwijde Xiangliao. Oh, er zijn de meeste specerijen in Maluku. En welke specerijen? Dus alle specerijen die je nodig hebt voor de peper. En welke dan? Peper. Peper. Dus er zijn honderden soorten peper. Maluku, weet u hoeveel Maluku komt? 98. Als het dus 100 peper zouden zijn, 98. Komt uit Indonesië. Dus Nederland heeft gezegd, niet de Duitsers, niet de Fransen, niet de Spaans. Maar Nederland pakt. Malaria. Kwening. Dus heel veel mensen sterven van malaria. Dus maar één ding wat ze kan lezen. Weet u hoeveel uit de Indonesië komt? Ongeveer 92% van de kun je vinden in Indonesië. Dus als je goede specerijen wilt, moet je naar Indonesië.
如果你从印尼来，你一定常常想回去，是一时之痛。Ja, als je de Indonesische komt, ben je vaak terug om daar te eten. 从中国来的不大想回去。Veel mensen uit China willen dan weer terug naar China. 中国人很会煮菜。Ondanks dat Chinezen natuurlijk ook heel goed kunnen koken. 印尼来的，一天到晚想回去。Mensen uit Indonesië willen altijd weer terug. 辣椒、胡椒、巴辣、丁香都在印尼。Dus alles komt uit Indonesië. 我让人把香料带到。欧洲来，and so hebben de Nederlandse specerijen naar Europa. 这些香料比黄金更贵。En die waren nog duurder dan goud. 所以有一天呢， dus op een dag, 荷兰人就把一个岛跟英国一个岛兑换了。Dus hebben ze een eiland zeg maar gewisseld met de Britten. 英国人的那个岛在印尼东部叫做班达埃伦。Dus Banda Eiland aan de oostkant van Indonesië, van de Britten. 荷兰一个岛在美国东部叫做 Manhattan. En de andere eiland is Manhattan. New York. Welke was groter? New York. Banda 更大。Banda was groter. Manhattan 更小。Manhattan was kleiner. 过了400年以后。Maar 400 jaar later. Manhattan 变成纽约最重要的中心区。Maar Manhattan is na 400 jaar een van de belangrijkste centra in Europa. Banda 变成一文不值的。En Banda is nu niks meer waard. 在19世纪的时候。Dus in de 19e eeuw. 几个地方卖错人了。Hebben ze de verkeerde. 卖错价。Hebben ze de verkeerde waarde. 包括俄国把阿拉斯加卖给美国。Net zoals Alaska die door de Russen is verkocht aan Amerika. 卖多少钱？Weet u voor hoeveel? 谁知道的举手。Iemand die het weet? 我一考试你们都不及格。720万美金。620万美金。Dus is ongeveer 6.成功以后签字买下来的时候，就是那的那个 contract， 美国人静静 ，was waar de Amerikaan stil， 笑在肚子 ，en die zaten binnen te wachten。苏联人回到莫斯科 ，en toen de Russen teruggingen naar Moskou， 欢喜快乐 ，waren ze heel blij。我们卖掉了 ，en zijn eindelijk vanaf， 卖了600多万美金 ，dus zelfs voor 600 美国人太笨了。Dat zijn die domme Amerikanen. Dus, alleen maar ijs en er kan niks op groeien. Dus 6 miljoen euro. En nu? Als je terugkijkt. Wie heeft nou eigenlijk gewonnen en wie heeft verloren? Zij zwaar. Wie zwaar? Big word. Ik word. Ik word. Ik word. Ik word. Ik word. Wie heeft gewonnen? Wie heeft gewonnen?谁赚？后我问你啊，谁赚？你静静的。后者，第二个，美国赚，因为阿拉斯加里面藏的是亿，我们的欧里，是亿美金的用户。是的，在 trillion。那么莫斯科卖掉了以后，嗯，从那从莫斯科到，我看美国越来越兴旺，越来越兴旺。And so, America growing, 他就退休了。Topped up and what? 他就懊悔。En alle spijt. Dit is 500 jaar geleden. Dit is dus zo'n 500 jaar geleden. 荷兰就占领了印尼。En toen had Nederland dus Indonesië. 感谢上帝。Maar dan kun je. 不要看眼睛。Mensen, je niet alleen met je ogen kijken. 看一看。我是老师。不要看利益。我们要看眼睛的眼光，看上帝以后要做什么事。Maar je moet ver kijken, kijken wat God in de toekomst gaat doen. Dan kun je. 我们在印尼神学院读书的。Toen wij in de theologische school zaten in Indonesië, we dachten eerst dat dominee John Chen niet heel slim was. Maar ik denk achteraf dat hij misschien het slimste was. Omdat hij een kerkhuis had. Dus ik vertel u. 60年以后。60年来，绕光牧师的教会，发展变成7000。就是有7个教会。那我也不太笨了。I cannot be dumb。我34年前建一个教会。Dus 34 jaar ben ik voor de eerste kerk begonnen。现在我有92间教会。Nu heb ik 92 kerk。那我给你看我教会的情形，好不好 ？Dus ik heb de kerk als kerk laten zien。现在把做礼拜的情形给大家。Ik laat jullie nu zien hoe we dienst houden。啊，哈利路亚。这个礼拜堂大不大 ？Is it groot? Hallo. 有几根柱子 ？Heb je hoeveel kolommen? Kolom? Zero. No kolom. Helemaal geen kolom. 整个礼拜堂一根柱子没有。
多长你知道吗？每天五公里，83公尺，52公尺宽，高18公尺，没有一根柱。人家说你读书一定要到荷兰去读书。有些人说，如果你要学，你要去荷兰读书。美国去读书。或到美国去。英国去读书。或到英国去。回来才能做大牧师。而且到这儿工作可以把它放在教会里。我没有出国。但是你不能去放在。陈少光也没有出国。教会里说，前几天说，陈少光跑到荷兰来开教会。但是那个是高峰开。荷兰人开不到几个，他开几个。内蒙是教会里的一半还有。我没有在外边读书。Ik heb nooit in de buitenland gesproken. 我建了全世界最大的礼拜堂之一。En ik heb de grootste kerkgebouw in de wereld gebouwd. 不但如此。En niet alleen dit. 影响很多人走 reform 的路线。En ik heb ook heel veel mensen beïnvloed om hervormd te worden. 有一次我开个讲座。Dus ik had een college. 有个青年人来报名。And there was a young person die zich had uitgemeld. 我说唐牧师，我很想知道你的政治观念。你的行政观念，你的经济观念是什么？Dus ik wilde, hij wilde van mij weten wat mijn politieke perspectief is, mijn economisch perspectief en mijn bestuursperspectief. 30多岁，每天在那听。Dus hij was 30 jaar en elke dag kwam hij luisteren. 听了做记录。En hij maakte aantekeningen. 一大堆记录。En een hele hoop aantekeningen. 等我讲座讲了两个礼拜结束了以后。Na mijn college van 2 weken. 他说我可以不可以买录音带？vroeg hij, kan ik dit ook kopen? 当然可以了。那就是。原来我讲的那两个礼拜有差不多20卷录音带。Dus waren 20 cassettebandjes van de 2 weken die les had. 他说我要买20套。Ik wil 20 sets. 表示说他买400卷录音带。Dus dat betekent 400 cassettebandjes. 我说你买这么多种。Dus ik vroeg hoeveel dan wil je hebben zo genoeg? 你要用我的讲座做生意去赚钱是吗？哎，买 cassettebandjes geld verdienen。我想买给我的朋友，在政府里面做过，给他们读，给他们听，他知道基督教的行政、经济跟这个政府应当怎么做。Dus ik wilde het geven aan mijn vrienden in de overheid, zodat zij weten hoe je moet besturen, wat de politiek is en hoe je economisch moet zijn als christen. 20 jaar later. 20 jaar later. Hij werd een Jakarta de senator. Dus hij was de leider 20 jaar later van Indonesië. Je hebt gehoord Ahok dit verhaal van? Ahok. Ken je dit? 被荷兰、被英国很赞扬，成为全世界最好的省长。Dat was de beste leider in de wereld. 他们uitgeroepen. 看他行政好的不得了。Omdat hij goed kon besturen. 做省长大概有多少年？10年吗？整个10年 heeft hij. Jakarta 改变。Dus heel Jakarta is. 为什么呢？因为上帝的道跟孔子的哲学影响他。怎样改变政治的观念？omdat de theorie, de waarheid van God heeft veranderd en heeft hem veranderd. 荷兰人很高兴。Dus Nederlanders zijn heel blij. 他的成长现在又青年又诚实又能干又很精明。Dus het is een jong volk, heel slim en hardwerkend in Jakarta. 所以请阿霍到荷兰国会大厦来演讲。En daarom heeft hij ook in Nederland een lezing gehad.他到这里来就说，对，厦门的，荷兰国会学生站起来，尊敬他。哎，他今天讲了一个应试。他们问他一句话：“你做省长做得这么好，是因为受我们过去的这个叫做什么阿伯拉罕开普影响的？”因为阿伯拉罕开普是大政治家。Dus hij was een goede politicus. Dus een daar schrijver. En ook een theoloog. Je bent zo goed jouw. Zeker. 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 Zeker.政治的方法来统治荷兰，omdat hij heeft bedacht dat je alleen via bijbelprincipe kunt regeren in Nederland. 那么荷兰人在印尼统治了350年。Dus Nederlanders hadden 350 jaar de macht in Indonesië. 荷兰人影响阿霍。Dus hij zei, de Nederlanders hebben Ahok beïnvloed. 他们很高兴看到荷兰大家尊重他。Dus toen hij terugkwam in Nederland, hadden ze respect. Are you influenced by Abraham Kuyper?
Ben je vroeger in Abraham Kuiper? Nou, hoe is Abraham Kuiper? Wie is Abraham Kuiper? Wat goed dan? Die ken ik niet. Ja, maar niet om te van dat zo'n naam leggen. Dus hoe heb je dan leren gestuurd? Nou, hoop zo op. Zo, Abraham Kuiper is dat. In het jaar dat ze Tang Zhong Long. Ik ben niet beïnvloed door Abraham Kuiper, maar door Stephen Tong. Dus toen schrokken ze. Dus lieve broers en zussen. Die jou in Tang Zhong de zuwe, nangli, tsuyo, tsumi, zen, zo tsuya. Christendom heeft de waarheid, slimheid, wijsheid en kracht. En dat is van God. De boer, Ingo, Holland, die in Lieken is. We zien dat Frankrijk, Duitsland, Nederland en Engeland. Het christendom hebben verlaten. En daarom zie je ook een achteruitgang van de kerk van Christus hier in Nederland. Moet dat zo? Moet dat zo gebeuren? Is dat goed? Goed. Geen antwoord. Dat is helemaal fout. Dan lijkt het net alsof geen hoop is. Als het christendom faalt. Dat is niet zo. Als we terugkomen voor de Heer. Als we teruggaan naar de kracht van Jezus Christus. Als we teruggaan naar de leer van Jezus Christus. Dan zal de kerk weer opgaan. Amen. Dus daarom zeg ik jullie. Dus de komende 5 jaar. Zal mijn kerk 25 nieuwe kerkgebouwen bouwen. 2400 Dus er zal 2400 man kunnen. En de kleinste zal 350 mensen kunnen. Hoeveel geld is dat voor nodig? 9000 miljoen. Dus dat is meer dan 9 triljoen. En waar komt het geld vandaan? Dus ik zal nog steeds niet vragen. En ik zal ook niet vragen aan de bank. Kan dat? Ja, dat kan. Omdat onze God een ware en echte God is. Samen? Vergeet niet de opdracht van God. Verlaat ook niet de leiding van Jezus. Mogen de Nederlandse christelijke gemeente door blijven groeien. En glorie geven aan de God. Dat er nog meer mensen terugkomen naar de Heer. Amen. Amen. Er zijn 3 dingen die je niet kunt doen. 3个亏欠 3 zaken 大家说几个灾 5个灾 3个亏欠第一个亏欠是什么 的第一个 亏欠上帝的荣耀 Dus je mag Gods glorie niet tekort komen 如果你不诚实 Als je niet echt bent 如果做生意骗人 Als je liegt 你就是亏欠上帝的荣耀 Dan schiet je tekort aan zijn glorie. Dus christenen herinner je. Dus je mag Gods glorie niet tekort schieten. Je moet een goed mens zijn. En glorie geven aan God. Amen. 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 En God zal jou opnieuw. Hij zal je zeker vergeven. Het lijkt net als je begint dat je tekort schiet. Maar God zal je grootste zegen. 亏欠上帝的荣耀。Als je ouderen ziet, moet je hem beschouwen als je ouder. Als je van gelijke leeftijd beschouw je als je broers en zussen. En mensen jonger dan jij beschouw je als je eigen kind. Daarom moet je vanaf daar beginnen. 1, 2, 3.
能够彼此相爱的心。众人就知道你们是我的门徒。教会有三大亏欠。第一，亏欠上帝的荣耀。第二，亏欠彼此相爱的心。够了吗？还不够。第三个亏欠什么？亏欠世界传福音的责任。感谢主，感谢。凡是肯传福音的，教会一定心往前。传福音的牧师，传福音的牧师，他一定讲道讲不完。Kan hij nooit stoppen met spreken. Dominee is niet evangeliseren. Zullen droog zijn. 传福音的教会一定会有增加的，从后代福音不传福音的教会一定越来越衰落，从世界的教会没有传福音的教会就是自残的教会。我大家讲一次，没有传福音的教会，没有传福音的教会就是自杀的教会，是自杀的教会。荷兰人怎么讲？自杀的教会。Get up yourself, boy. Get up yourself, man. 自杀的教会，如果我们不肯传福音，就是你不来，他得飞去。定了嘛 ，get up 变成 get off。你放屁啊！教会就变成坟墓。变成坟墓，因为没有传福音嘛。我们现在在这里。感谢上帝，我要现在给你看见。我这一年怎么传福音，好不好？然后那个女性会变黑色。这个牧师，你教会这么大。就是多面重要，给说说。你做礼拜的这么多，是说说面前的地，那你一定忙得不得了。那边费了10%。那我一年大概有200天出去传福音。LDR 200天可能得给你们黑色。相信世界上没有任何一个牧师比我更忙。哎，你老了，没有别的多面重要，像这个。现在83岁。你们83。我还在讲道吗？ben ik nog steeds aan het preken? 还在讲道。ben ik nog steeds aan het preken? 我一年讲道多少，你知道吗？weet je hoeveel preken ik geef per jaar? 现在。nu? 83岁吧。83.5 jaar。每年还讲道300次。ongeveer 300 preken heb ik per jaar. Halleluja。累吗？累吗？这个讲的。很累。今天讲道一般人肚子痛。2000年了，就快快快快把道讲完了。就是给我们 snel afgerond。讲完了，我请一个牧师祷告。就是我跟 andere dominee 他祷告我痛得不得了。En ik had heel veel pijn。他祷告很长的。哎呦，我现在糟糕了，我现在肚子痛得不得了。Dus ik had al een zoveel pijn, ik ben een beetje zo. 我要对着，快快停吧。Stop now, stop now. 人家祷告怎么可以叫人停？那那个对不对？所以我对翻译的人说，现在带我到厕所，我不知道在哪里。Dus ik vroeg of de vertaler mij mee kon nemen naar de toilet. 到厕所的路上。Dus onderweg naar de. 卸到整个裤子。Dus van de hele. 为什么83岁嘛？Hoe kan dat? 你不能怪我吗？当然是你没事的。你怪我，我盼望你活到90岁。Dus ja, ik ben van de schuld geef, dan mag jij 90 jaar worden. 怎么困难做人？weet je hoe moeilijk het is? 我那年呢，我在厕所里很久不能出来。Ik was heel lang op de toilet. 因为裤子要弄清洁。Broek moest schoongemaakt worden. 说，我回来解答你们的问题。Dus ik zei als ik terug ben, dan ga ik jou voor. 几百个人等着，他不是要回来解答问题。Dus de honderden mensen zaten te wachten op de metronoom. 整个内裤外裤都是大便。Dus alles was vol met. 很难过。Ik was heel lui. 但是我感谢主。Maar ik dank de Heer. 我要再做下去。Als ik doorging, 我用纸一直擦得干干净净。Dus ik was helemaal schoon. 我大概花了100张的厕所的纸。你不要说了，不要说了，很困难，你还真的。很困难的，那就是了。你们真没有良心。后来把它穿好了以后。Dus ik had de broek weer. 当然味道是好。Ja, dat komt natuurlijk nog steeds eruit. 再也上台。Maar ik ging weer het podium op. 再解答问题30分钟。Dus ik heb dan 30 minuten al teruggezeten. Maar daarna kon ik het echt niet volgen. En daarna ben ik de auto ingegaan. Alle kleren heb ik gewassen. Dus om 12:30 kon ik slapen. Dank je. Van dat moment heb ik geen last meer gehad. Ik heb 300 讲到到哪里去讲。Ik heb 300 preken per dag. Je kan dit kijk eens hier op het scherm. Langs de blauwe. Heel
zwarte, 红色的 rode, 那些是什么 ？What's that? 你谈的什么？哎，把灯关掉好不好？灯关一点，关掉灯，然后我们可以看得更清楚。你看那些是什么？可以看清，那是椅子啊。What's that? Stool. 啊，六千张椅子。6,000 stool. 放在大广场上。Over throw the plane. 然后刚刚买完下班。En toen we klaar waren met al de stoelen in, begon het te maken. En toen moest de hele team al die stoelen. Toen begon het weer te regenen. Toen hebben we nog een keer gedroogd. Dus evangeliseren is niet makkelijk. Dus heel veel denken, ik heb al de helft van mijn leven al gediend. Nu moet je kan door hun komt door een kwam. Dus als je kijkt hoe het team werkt, dan merk je pas dat we nog steeds daar zijn. 全部弄好了以后, alles was toen klaar. 太阳下山了, en de zon ging onder. 又开始讲道, en begon ik te preken. 站到台上了, toen ik op het podium stond. 人越来越多, 越来越多, 然后steeds meer mensen. 你说那天晚上多少人? Weet u hoeveel mensen er waren? 8,000人. Oh. Meer dan 8,000 mensen. 6,000张椅子不够。Zelfs 6,000 stoelen was niet voldoende. 站住听到。En iedereen bleef staan. 你们的回答。En toen zei ik, je moet het inviteren. Koninkrijk is dichtbij. Jezus houdt van jou. Is bij jou gestorven. Je moet je zonder lijden en om vergeving vragen. Na de preek, broers en zusters, wil je inviteren? Wil je bidden? Kom naar voren. Kom samen voor God. En nadat ze...情形荷兰看到吗？没，没有。英国看到吗？没有。300年前，John Wesley，John Wesley，George Whitefield，George Whitefield 还有活在世界上的，英国有大复兴，每个地方的几千人就像这样的情形。现在英国没有了。约翰威斯理，中国也没有了。哦，你在信啊？习近平压迫教会，习近平的带动的，基督徒很难成功。Dus het is heel moeilijk als christen daar. 英国离开上帝。En Engeland is God, heeft God verlaten. 你卖掉卖掉回教。De kerk wordt verkocht aan de islamieten. 现在英国没有这样的机会。Dus je ziet niet zo grote. 全世界还有这样的机会，就是在印尼。Alleen in Indonesië wordt zo grote. 怎样的地方呢？En wat voor plek? 乡下的地方。Alleen in het platte. 5,000个人聚会。5,000 mensen. 10,000个人聚会。10,000 你看这张照片。Als je kijkt naar deze foto. 我站在讲台。Ik sta op het podium. 下面有6,000-7,000个人听到。Er zijn 6,000-7,000 mensen geluisterd. 请他们悔改。En ik vraag hem of ze willen bekeren. En zij komen naar voren. 教会欠福音债。Dus de kerk schiet tekort bij het evangeliseren. 教会不付福音债。Als we het evangelie niet. 教会不不传福音。En we het niet door. 教会就是自杀。Dan pleegt de kerk zelfmoord. 感谢上帝。Dank de Heer. We zien dat God daadwerkelijk zijn kinderen zegent. Dus dan vraag je je af, ga ik wel heel veel geld verdienen als ik daar preek? In het platteland zijn de mensen heel erg arm. Er zijn ondanks dat er 6,000 mensen zijn. 奉献才$300. Maar de collecte die we hebben verzameld is $300. Kunnen we het eens? 6,000个人聚会。Dus 6,000 mensen. 奉献$300。$300. 够我们的路费吗？ Is dat voldoende voor onze reiskosten? 不够。Nee. 够电费的开销吗？ Is dat genoeg voor onze reiskosten? 不够。Oh, nee. 就讲台那里来的。En dan waar komt het podium? 我们到了一个乡村。Dus als we het platteland komen. 要找木材。Moeten we hout zoeken. 撇桶。En, 把讲台架起来。Dan hebben we tonnen en dan maken we zelf dan een microfoon. En dan hebben we standaard voor microfoon. Amplifier, 几千万.
And have a bandage and water in the front. Micro-wind 可以射到几百公尺外面。And the uniform 500 meters 都是很贵的价钱。And that's an almost thank you. 为什么要这么做呢？那他们懂的。耶稣说你们要去传福音。耶稣说那些不是被黑的人。我们就去传。And daarom zijn we. 我们亏本也要传。Zelfs als het verlies bij gaat. 辛苦也要传。Als het moeilijk is gaan. 因为传福音是上帝的旨意。Omdat dat namelijk de wil van God is. 耶稣基督命令。Evangeliseren is het gebod van de Christen. Het is iets wat we God moeten gehoorzamen. Je kan dit aan Sibolga, Tiao. Zie je dat, Sibolga? 24 juli, 对不对？7月24号。请你看第二天发生什么事。So、what is dan de tweede dag? We gaan naar een andere plek. Zijn er andere plekken? Deze 地方叫多洛山谷，25号。Dus 25 juli. We gaan 6000张椅子再摆出来。Zijn we hebben weer 6000 stoelen hier. Dan后面有2000大礼拜。Dus en daar zie je het een kerk van 2000. 每一间都可以坐2000人。Dus elke kerk voor elke 2000 mensen. 但没有椅子。为什么没有？因为不够。来的如果12000算什么？就是2000，然后下面摆出来写的很多10000人次，就是很多礼拜堂。有很多教堂。上帝不同在的时候，都变成空的礼拜堂。就是有很多教堂在累，我说的是。像今天法国、英国、德国、荷兰一样。In Nederland, Duitsland, Frankrijk en Engeland. 上帝做工的时候。Maar als God aan het werk is. 多大的礼拜堂都没有用。Hoe groot het kerkgebouw ook is, is onvoldoende. 人来的比礼拜堂能装的更多。Omdat de mensen die komen veel meer zijn dan dat al mensen die. 6:30太阳下山了。Dus om 6:30gaat zon onder. 这里椅子坐满了。Alle stoelen waren voor bezet. 看上面几号。Kunnen jullie zien hoe op welke datum? 25号July. Dus 25 juli. 刚刚过一天。Net een dag later. 那个城市完了，这个城市又一万人来了。Dus weer 10.000 man die langs kwam. 那我祷告。Dus 讲到。讲到。讲到的时候呢？开始 break。中间这么大的空间是一边没悔改。En die ruimte, die lege ruimte voor de mensen is juist. 愿意悔改的人走到前头来。Want ik vraag van mensen naar voren te komen voor een keer. 多少人来？Weet u hoeveel mensen er kwamen? 走到前头来，5000-6000个人。站到前面来悔改。5000-6000 mensen die voor de kruis. 那我们没办法装的，只能为他们祷告。Dus we konden ze niet meer huizen en konden alleen maar voor ze bidden. 6000个人悔改以后呢？那6000mensen al zeggen. 第二天又走了。Zijn we de tweede dag weer verder gegaan. 他们就变成比较好的基督徒。Dan had je wat betere christenen. 为主而活。Geloven in Christus, een leven voor de Christus. 奉献的还是300-400块钱。Maar collectors nog steeds 300-400 euro. Als je niet wat te veel geld hebt, zo dat je het zo goed kan doen. Als je zoveel geld uitgeeft, je verdient het zo goed. Hoe kan dat? 主啊，是因为他赐福我们，给我们足够的钱。那上帝怎么给我们足够的钱？我们本堂有几千个会员，一直贴钱。我们的有几千个会员，一直贴钱。我们没有计较，我们没有发牢骚，没有多批评，只做工商讲法。我们好好做，我们做好的教会，好的教会。多工作，多祷告，多传福音，少批评，少埋怨，少懒惰。这是华人吗？坏的教会，不做工，不传福音，啰啰嗦嗦讲。注意啊！好的教会多做工，多祷告，多传福音，少埋怨，少批评。是 goede kerk die werkt hard, bidt hard en klaagt weinig. 那你们盼望这个教会成为好的教会吗？我们要让这个教会成为 goede kerk 吗？盼望吗？盼望成为好的教会吗？是要让这个 goede kerk 吗？从今天不要多讲话。就是我们不要多说了，不要多啰嗦，也不要多批评，也不要多批评。34年了，我的教会从零一个会员都没有，现在变成2万多人，在92个教会里面，然后大家热心传福音，一个人 evangeliseert， 我多讲话了，然后在5年里面，
白天要开始建个大修，就是大修的地皮比刚才建的礼拜堂大三倍半。Universiteit staat er wat een groter gebied heeft, drie keer zo groot als wat we nu hebben. 我刚才建的六千多的礼拜堂，用的地皮是一万四千多公尺。Dus 1400 hectare。我们建的大学地皮是四万六千公尺。En de volgende universiteit in de wereld. 费用多少钱呢？ 1亿美金。Dat is ongeveer 100 million US. 100 miljoen.那么哪里的钱？啊，靠租啊！我目前，不像有钱人要钱，也不像银行借钱。你是这样的信心，容易不容易？啊，如果以后大学建挺晚的，就是这样。Het ziet er zo uit als het gebouwd is. 3000 woningen. Grote bibliotheek. Om 10.000 boeken. En een auditorium voor 1200 personen. Heel deze door mijzelf ontworpen. Er zijn een paar duizend uur die erin gestoken is. En we zijn nu verder aan het spelen. 不会看外国，不会修英国，修荷兰。Ik ga niet kijken naar andere landen, of naar Nederland of Nederland. 我修圣经。Ik kijk naar de Bijbel. 主啊，你把你的道告诉我。Heer, kun je mij in de waarheid geven? 主啊，你把你命令吩咐我。Kun je mij een gebod geven? 我要顺服你。Ik zal gehoorzamen. 我要爱你。Ik zal van u houden. 今天我把这三个亏欠。Geef deze drie tekortkomingen in je handen. Dus no, ja. Schiet niet de glorie van God. Schiet niet de glorie van God. Schiet niet de liefde van God. Schiet niet de liefde van God. Schiet niet de tekortkomingen van God. Deze kerk. Als jullie deze drie principes aanhouden. Dan is er geen limieten in de toekomst. En professor...加油是黑的。莫斯科、柏林、荷兰、法国，还有康斯坦堡，在世界五十多个最大的音乐厅指挥交响。50 grootste muziekgebouwen heeft hij gegeven。从12岁开始，在我的步道为你们弹琴。从12岁是 he already been with me。2个月前，在美国几个城市跟我们合作。Heeft hij ook met ons samengewerkt in de VS. En hebben we samen geëvangeliseerd. Dank de Heer. En dit is het einde van mijn preek. Mogen de Heer jullie behouden. Dat je voor God mag houden. Dat je evangelie. En dat je hard voor God bent. Totdat Jezus terugkomt. Is dat goed? Dank je wel. En alle glorie aan God. Dank. Ik wil wat oudste vragen aan de Indonesiërs om samen te bidden. Ik wil wat oudste vragen aan de Indonesiërs om samen te bidden. Ik wil wat oudste vragen aan de Indonesiërs om samen te bidden. Ik wil wat oudste vragen aan de Indonesiërs om samen te Bapa kami yang surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah dan cinta kasih Tuhan. Tuhan Sang Lefu, kami berterima kasih untuk anugerah dan cinta kasih Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih melihat bagaimana Tuhan memimpin dan mentai gereja Tuhan di tempat ini. Ni zai zhege diao jiao hui, yong ni de en zao gu dan yin zhe dao jin tian. Kiranya Roh Kudus yang telah memimpin dan mentai juga gereja Tuhan, Reform Injil yang ada di Indonesia,愿主你赐福印尼的归正福音教会，主啊，看托斯布里干，阿拉阿拉亚萨玛主啊，看托斯布里彼得穆代克雷加伊尼，你做个的吧。我们以这个教会一同齐心努力，希望你的福音，看那穆阿卡托斯穆代克雷加伊尼，为了个家安托哈，在这块呢，让我们成为地方的人。求主也引导乌特兰这个华人教会，可以成为多人的祝福，领很多人到主的面前。Kiranya nama Tuhan akan ditinggikan, nama Tuhan akan dipermuliakan. Yang Tuhan ini memimpin kau cuci, ini memimpin tercucu kau dan memimpin.
Kami datang pemuda-pemuda di tempat kedatangan. Mengui ini kejauh banyak cina yang berdoa, bahkan menjauh dari Tuhan sendiri. Karena mereka akan terus dikatakan hutang, dikatakan hutang. Mandat budaya di depan mereka. Ini kami sangat cina, kami sekuatkan cuan fuin ke dunia sekarang. Kami sekuatkan untuk anda dan saya, dan sekuatkan untuk anda dan saya. Kiranya mereka semoga diri mereka dapat berkenan dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di masa kini dan masa yang akan datang. Syukur Tuhan, sediung kami, ulang dari sekarang atau dari masa depan, kami boleh berjuang. Terima kasih Tuhan. Kami akan melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Kami akan melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Kami sekali lagi memohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan untuk perkembangan gereja-gereja Tuhan. Memohon Anda ini. Cuma jauh dari Tuhan, ihau dan fatan, naik tau kau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak Yesus Kristus. Tiba berdoa kau, wafung Yesus di dalam minci kau. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Wafung Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Dan cik, ya ya. Dan kita ingin mendapat asal kau pulang pada Tuhan. Si, kau berjaya. Because you are the one who is 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 the one
在这里，这里的教会变成在这里的世界的光。The Frankfurt and Lichtburg 山也，我们变成世，我们变成世界的盐。And the Chalkov 山也，使我们能够影响到这个时代。And also the Frankfurt and Lichtburg 山也，继续带领我们。Hey, Lord, we pray that we can go. You can feel the 亏欠 Not all the good going. You 亏欠了你的荣耀 Lord, 因为我们世人都犯了罪 Lord, 我们求你先接近我们 Lord, 我们知道我们在你面前跟罪你悔改的时候 Lord, the fact that we care. 你用你的宝血洗净我们一切的罪 Lord, 用主颂的祷告我们愿意感激你，使我们能够遵守你的命令，能彼此相爱。Lord, 用神的help us and lead the devil. 使我们能够照顾我们在教会里面、集体里面，还有在外面的人需要照顾。Lord, we can serve them from the taking the care and outside the care. 使我们也就能够有在对有福音亏欠。God schiet in het evangelie. 如果不传福音，我们就有祸了。Dus als we niet evangeliseren, dan heb ik dat ook op doen. 主啊，求你继续带领我们。Heer, wilt u ons daar leiden? 等这个变成我们世界的光，在这里照耀更多人。Dat we als licht mogen dienen om nog meer mensen te beschijnen. 我们这样的祷告，奉主耶稣基督得胜荣耀的名。Bidden we in de glorieuze en overwinnende naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Amen. 好，接下来我给你们两个音乐的节目。Ik heb hier nog twee muzikanten. 我有请这个我们一个中音独唱的人来上面来唱《你何等伟大》。Dus ik, hoe groot zijt gij, wordt gezongen. Daarna, en daarna willen we graag dat een violist. Als dit zo'n brood is om naar voren te komen. Hoe groot zijt gij? Alle glorie aan God. Laten we een applaus geven. Okay. 弟兄姐妹平安，有事情请吹呢。好，我。
我尽量的尝试背。可以突然被叫上来唱，这个感觉也很好。The Q Back 上六位主持人。什么调？你可以替他讲吗？他的个女孩子，他的爸爸是我教会的副牧师，也是我们神学院的教授。从小的时候，父亲没有太多钱寄他们到学校，在家里教他三个孩子。His father has not been able to help him. It's 80,000 children. 12岁的我刚刚弹提琴。12 or something after the order of Spain. 这个他是一个很大的天才。也就是他不黑黑鸟火车。以后呢，当他读完了高中以后，送到德国来读提琴。So he does not finish the year.他的教授很爱他，就收留他在他的家里。And he, the professor has our attention. 现在我们听他弹一首诗歌。After sound and others. 林冠杰博士亲自给他来带领。Professor Jerry Linsall is here.不好意思，我必须去录一下你们唐诺斯同框，没机会难得。哎，大家好。
感谢上帝。我牧师已经走不动了。未来的50年。